Zit je goed? Ik zit goed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Welkom in de jaren 80. De mensen staan op in januari, maken zich klaar, vertrekken naar de familie. Voor. Goed eten. Nieuwjaarsbrieven, Mona. Ah, ja, juist, nieuwjaarsbrieven. En als je je brief dan gelezen had, dan kreeg je van je meter dit. Hier, Maneken, steek dat weg, dat Peter het niet ziet. Oh, dat is nog mijn frank. Ja, dat is 1000 frank. 1000 frank? Ja. Dat ken ik niet. Wanneer is je geboren? 2003. Oké. Okay. Ja, dus nee. Enkel de euro. Ja. Als de mensen in januari 1980 opstonden, was de wekker nog analoog. De weegschaal was nog analoog. Tandenpoetsen was nog analoog. Koffie zetten was nog analoog. De garagepoort open doen was nog analoog. De auto starten was nog analoog. Je moest zo'n choke uittrekken en dan pas startte die een auto. Dit kent u. Het werkt met een chip. Uw uurwerk werkt met een chip. Uw vliegtuig wordt geboekt door een chip. Met deze toepassing van de chip is u wellicht nog niet vertrouwd. De computer die het zuinigst mogelijke verbruik voor uw wagen berekent, de spanning van uw banden meet. Op verschillende plaatsen in ons land wordt geëxperimenteerd met kassa's zonder kassiersters. De producten dragen allemaal een code waarin onder andere de prijs verstopt zit. Men hoeft de code alleen langs een laserstraal te schuiven en de rekening wordt door de computer gemaakt. Ook in de banksector heeft de automatisering een hoge vlucht genomen. Een spectaculair voorbeeld hiervan is de bankautomaat. De chip kan ervoor zorgen dat er straks nog 100.000 werklozen meer zijn. De chip is op korte termijn een baantjesdoder. Ze zeggen het daar, een baantjesdoder. Dus de mensen waren doodsbang dat de computer... Alles ging overnemen. Voilà. Ja.